Het is vandaag woensdag 8 april. Burgemeester Slinkman, welkom weer. Laatste keer dat we elkaar spraken, afgelopen zaterdag was dat, zo rond 5:30. Toen gaf u aan dat er op dat moment geen extra overlijdens meer waren ten gevolge van de coronabesmettingen. Is dat nog steeds zo? Nee, helaas. Ik heb daarna toch nog een heel aantal berichten gekregen van inwoners die overleden zijn aan het virus. Alleen gisteren bijvoorbeeld al 3 overlijdens op 1 dag. Alle 3 in Groesbeek, waarvan de jongste nog maar 67 jaar oud was. Dat is natuurlijk niet een leeftijd om te gaan, dan is het je tijd nog niet. Dus we moeten heel erg zorg blijven houden voor al die besmettingen. Met name ook in Groesbeek, maar ook op andere plekken in de gemeente. Daarvoor moeten we ons allemaal aan de voorschriften houden, hè, die er zowel zijn. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuis blijven, afstand houden enzovoort. Houden we er ons goed aan? Ja, dat vind ik echt wel geweldig. Ik denk ook wel dat een beetje te maken heeft met het feit dat er zoveel mensen overlijden. En dat inmiddels iedereen wel iemand kent die of ziek is of ziek is geweest of die overleden is. En dat zorgt er ook wel voor dat mensen zich echt ook beseffen dat het echt moet, omdat het anders helemaal verkeerd kan gaan. Dat is mooi om te horen dat mensen zich daar redelijk aan houden. Nou horen we dat de jongeren daar toch in een aantal gevallen wat anders over denken. Ja, dat blijft heel erg lastig. We hebben deze week onder andere een groep jongeren in Millingen weer bekeurd. Een van de jongens daar die heeft voor de 2e keer een bekeuring gehad. En dat is ook voor de politie aanleiding geweest om het gesprek aan te gaan met de ouders van die jongen. Om te vragen, ook weet u wel dat uw zoon al 2 bekeuringen op zijn naam heeft staan. Dat de ouders straks niet schrikken als er straks een heleboel post in 1 keer wordt bezorgd. Want dan komt er een envelop voor een 100 of 6 tot 7. Ja, dat kan maar zo. Goed, nou is er van de week, afgelopen dagen eigenlijk, een hoop te doen geweest over een aantal muziekoptredens. Die uiteindelijk door de politie of de BOA's gestopt zijn zelfs. Hoe zit dat nou precies? Mag dat nou wel? Mag het nou niet? Moet het gemeld worden? Hoeft dat niet? Hoe zit dat? Ja, we willen daar in deze tijd toch een beetje soepel mee omgaan. Dus je hoeft niet een ingewikkelde vergunningprocedure te doorlopen. We willen wel graag dat het gemeld wordt. En dan kunnen we ook een aantal voorwaarden afspreken met mensen die graag iets leuks willen doen voor de mensen in de verpleeghuizen. We staan heel positief tegenover. Maar we merken wel dat veel meer mensen dan de doelgroep het leuk vinden. Dus ik zou graag alle voorbijgangers die zoiets tegenkomen willen oproepen. Bedenk je even dat het inderdaad heel leuk is, maar het is niet voor jou bestemd. Op het moment dat het echt de spuigaten uit gaat lopen, groepsvorming ontstaat, dan moet ik het gaan verbieden. Dat wil ik liever niet. Dus loop door, dan kunnen we het voor de oude mensen in de verpleeghuizen gezellig houden. Ik moet er ook wel bij aantekenen dat we ook graag willen dat er goed wordt overlegd met de verpleeghuizen. Want die zitten nu zonder de hulp van veel vrijwilligers. Ook kinderen en kleinkinderen die veel doen voor de bewoners. Er is al een hoger ziekteverzuim. Dus het is soms ook best moeilijk voor de verpleeghuizen om de zorg rond te krijgen. Laat staan om ervoor te zorgen dat iedereen om 10:30 geknipt en geschoren bij het raam klaar zit. Dus het moet ook even afgestemd worden. Lukt het ook? Komt het goed uit? Of zullen we een ander tijdstip afspreken? En dan is zo'n activiteit normaal, moet er een vergunning voor komen. Hè? U zei net al, we gaan er wat coulanter mee om. Wat moet er wel dan gebeuren? Ja, je moet gewoon eventjes contact opnemen met de afdeling die normaal over de vergunningen gaat. Dan spreken we door met de medewerkers. Wat is nu precies het plan? Hebt u het gecheckt met het verpleeghuis? Hoe lang zullen we het doen? Meestal is een kwartiertje ook wel genoeg. Dan spreken we allemaal met elkaar door, zodat het ook voor iedereen een mooie happening wordt. Want dat willen we natuurlijk er wel in houden, zeker naarmate de weken elkaar ook opvolgen, dat we de oude mensen in de verpleeghuizen niet gaan vergeten. Goed, duidelijk. Het mag dus wel, maar meld het even bij de gemeente en bij het verzorgingstehuis. En mensen die willen kijken, doe dat gewoon even niet. Ja. Behalve dan de mensen in de verzorgingstehuizen zelf. Zeker. We staan hier op de dijk in Ooij, ik zei dat al. We staan hier niet voor niks, want ook in de gemeente Bergendal is het plan om een aantal wegen af te gaan sluiten voor motoren. Daar hebben mensen last van. Nou is het de tijd van de motoren, hè, rond de Pasen. Het is mooi weer, dus gaan die motoren weer naar buiten toe. Hoe zit dat in de gemeente precies? Gaat u wegen afsluiten en zo ja, welke? Ja, ik ga ze niet zelf afsluiten, want in deze crisissituatie wordt dat gedaan door de veiligheidsregio. Er is ons wel gevraagd of wij wegen willen aandragen waarvan wij denken dat het niet veilig genoeg was in het afgelopen weekend. En ik heb bij de veiligheidsregio voorgedragen om het stuk
dijk, het hele stuk dijk, Erlecomsterdam, Ooijse Bandijk, Duffeldijk en Rijndijk af te sluiten voor motoren. Omdat we daar gezien hebben dat het afgelopen weekend wandelaars en fietsers en wielrenners, skileraars, auto's, motoren, ja, dat die helemaal door elkaar heen gingen. Nou, de dijken die zijn favoriet bij motorrijders om het bochtjes maken. Dat levert echt gevaarlijke situaties op en dat willen we in het paasweekend heel graag voorkomen. Oké, paasweekend, u geeft dat al aan. Dan moet, ja, het is een heel vreemd paasweekend, hè, kunnen we wel stellen. Waar moeten de mensen zelf nog op letten het komend weekend? Ja, als het lukt om er niet uit te gaan, dan heeft dat echt de voorkeur. Blijf thuis als dat kan. Heb je een beetje tuin, ga daar dan zitten en niet erop uit. Mocht je er toch op uit moeten gaan, kijk dan even waar je naartoe gaat. Is het een plek waar het al zwart ziet van de mensen, ga dan naar een ander plekje. Ga misschien op een ander tijdstip, 's morgens vroeg of onder etenstijd of wat later op de dag, dat het allemaal wat rustiger is. Hou die afstand van elkaar, want het is zo belangrijk. Het lukt ons nog steeds, hè, en dat is in heel veel Europese landen echt anders, om de intensive care voor iedereen toegankelijk te houden. En dan moeten we echt met elkaar zo houden. Tot slot, burgemeester, waar wilt u deze week mee afsluiten? Het wordt een heel ander Pasen dan we gewend zijn. En iedereen viert Pasen op zijn eigen manier. Heel veel mensen gaan in de Goede Week nog een aantal keren naar de kerk. Het is het hoogste kerkelijke feest van het jaar, verrijzenis van de Heer. En dat kan nou niet. Daar moet je een andere invulling voor zoeken. Er zijn ook mensen die met hun hele familie samenkomen, lekker samen eten, eieren verstoppen met kinderen en kleinkinderen. En ook dat zal op een andere, kleinere manier gaan. En nog weer andere mensen hebben een traditie om erop uit te gaan, of het nu sportief is of een bezoek aan meubelboulevards en wat dan ook. En ook dat kan niet op dezelfde manier als we gewend zijn. Ik wens iedereen, ondanks dat het anders is dan anders, niet zoals we het traditioneel gewend zijn, toch samen een heel mooi paasfeest toe. Maak er samen wat van. Dit is een herinnering die we altijd mee zullen nemen. Een heel zalig Pasen allemaal.